het al gedegradeerde NAC tegen het al even uitgespeelde PEC op deze laatste speeldag in de Eredivisie 2018-2019. Kijken of het NAC nog lukt om iets terug te winnen in de harten van de supporters. Goed met rechts, Lee doorgelopen. Inbrengen, korte bijna. De eerste kans van de wedstrijd is een mogelijkheid voor Giovanni Korte. Younes Namli. Kingsley. Goed op 10 gegeven, zeg. Doelpoging gesmoord, maar toch ook een kans voor PEC dan. In deze wedstrijd waar een beetje een naargeestig sfeertje hangt. Nu wordt het publiek alleen maar een beetje roezemoezen. Boei. Te hard. Forti. Ella Lucci. Hamer terug in het duel. Goed meegevoetbald, Younes Namli. Ja, nu eindelijk een reactie van het publiek. Mickey van der Hart bijna met de fout. Het contract is nog niet getekend volgens mij met Lech Poznan. Inschuivende Namli. Namli, hoekschop. Bijna 25 minuten gespeeld. Koppers naar voren, want PEC heeft een hoekschop in Breda. Namli neemt hem. Achterin is Latschman. Verrassend. Aardige variant dit. Latschman Nakayama, maar nu ruimte voor een eventuele uitbraak met de snelle Rosheuvel. Is er door, maar kan niet op de been blijven. Van der Hart was attent. Maar Rosheuvel gleed uit. Dit was een kans voor NAC. En dan Lucci vrijgelaten. Durft hij uit te halen? Ja, dat durft hij. Treft Clement. Rosheuvel in de doelmond. Hoekschop, Lundqvist. Daar is Lee. Palmer Brown nog. Ella Lucci. Palmer Brown. Ella Lucci moet het doen. Wordt de katse viool. Karami. Elbers is wel heel snel en wordt dan aangetikt. Nee, zegt Kamphuis, niks aan de hand. Zo. Ja. Toch ook de voet van Stanley Elbers. Hamer, doorzien door Lee, Lalucci, Karami, Korte zegt nu en hij krijgt hem. En nu paal de verkeerde kant op, dat doet Korte knap, maar nu, als je maar één echt been hebt, is het vaak lastig. Hamer. Namli. Komt eruit tegen drie man. Hamer met een gelukje bij T. Hier de vrijheid bij Younes Namli. Menno Koch met een ultieme kraak. Boei. Chipje naar paal, doorzien door Koch. Rosheuvel. Kan niet snel plaatsen, maar doet dat uiteindelijk toch Lundqvist en de snelheid van Ella Lucci. Korte is er natuurlijk bij. Ella Lucci geeft aan Rosheuvel, keeper komt en dat doet hij heel goed, Mickey van der Hart. Eindelijk wat reuring in Breda. Korte. Komt er goed uit. Nou, wie wil? Oh, wat een kans voor Lundqvist. Karami met de assist. Het lijkt wel alsof er een vloek heerst.
op de doelmond voor NAC. Ze hebben ook nooit eens een keer geluk. Koch. Kali. Verrassend, Lundqvist. Rosheuvel zegt, geef maar diep. Krijg diep. Met Lachman. Rosheuvel kan toch schieten. Weer van der Hart. Nu toch een paar mogelijkheden voor NAC achter elkaar. Met mooi direct steekspel. Oei, opening op Kingsley is perfect. Maar nu, Hamer. Toch maar Namli. Namli kan schieten. Namli van Leer. Boei. Hamer. Hossein Boei. Belle Clement. Elbers. Clement loopt niet door, dus paal. Krijgt een soort van voorhamer. Komt er helemaal niet aan. Timed volledig verkeerd. Elbers. Paul Elbers op snelheid. Langs Karami, Koch. En dan is Clement hier tegen de rug op van Palmer Brown. Mede dankzij Koch. T. Zagari zet Rosheuvel aan het werk. Namli is mee. Rosheuvel. Nou, dit is verschrikkelijk. Je ziet aan alles Rosheuvel zijn wil. Hij wil het echt wel. Maar de man ontbeert werkelijk elk zelfvertrouwen. Mede dankzij de reacties op de tribune. En zelfs hij is er maar bij gaan zitten. Want ja, in dit tempo kunnen we 2, misschien zelfs wel 3 dagen doorvoetballen. Dan gaat geen goal vallen op deze manier. Leemans. Van Krooi. Namri. Lachman. Hamer. Nu vrijheid voor de koppen. Oh, dit was de kans voor Clement. De eerste echt grote kans van de wedstrijd in de 74ste minuut. Net nog. Goeie voorzet van Hamer die er gelijk afgehaald wordt. Want Van Duinen stond al voor hem klaar. Nu kan Sidney van Hooijdonk invallen. Hij gaat Lundqvist vervangen. Vinden de mensen mooi in Breda. En hij zeker. Nam hij toch maar geven, ondanks dat hij zag dat Elbers inhield. Rosheuvel levert in. Bij Leemans, hier is Namli. Leemans. Clint Leemans mag schieten. Rechtop Benjamin van Leer af. Said Bakati en Jaap Stam, volgend jaar dus trainersduo bij Feyenoord, worden niet beloond door hun spelers met een mooie afscheidswedstrijd. Van Duinen, paal. Van Duinen probeert het maar. Gebeurt er in ieder geval iets. Dat hebben we niet vaak kunnen zeggen in deze wedstrijd. Namli, Clement. Even wat ruimte om meters te maken. Elbers. Kan niet klaarleggen. Namli. Leemans kan schieten. Leemans van Leer. Ja, ze moeten toch langzamerhand wel dat sentiment een beetje omdraaien bij NAC. Want die van Leer heeft gewoon alles vandaag. Lee. Achterin is tevreden. Kon niet meer doen dan dat. Elalucci. Azagari. Tevreden. Schrikt. Maar heeft hem wel. Tevreden. Tegenstander ligt, dus de voorzet kan komen. Dame! Dame bijna! Het zou een doekje voor het bloeden zijn, maar toch.
Goede actie tevreden, die profiteert van het feit dat Clement valt. En Dame vanuit de lucht met iets meer geluk eindigt het hier toch nog op een manier die deze wedstrijd en die NAC ook wel verdient. De laatste seconde Eredivisie voor NAC Breda zijn nu een feit. Toedeledokie, tot ziens in de Keukenkampioendivisie.